Welkom bij een nieuwe aflevering van Sranang Tori. In deze aflevering praten we met oud hoofdbestuurslid van de Nationale Democratische Partij, de heer Suparmin Joyo Besari. De heer Joyo Besari, oud hoofdbestuurslid van de Nationaal Democratische Partij, heeft recentelijk besloten om zijn positie binnen de partij neer te leggen. Dit besluit heeft zowel binnen de partij als in het bredere politieke landschap vragen opgeroepen over zijn beweegredenen en de gevolgen van deze stap. In het interview willen we inzicht krijgen in de overwegingen van de heer Jojo Bessari en zijn visie op de toekomst, zowel persoonlijk als politiek. Meneer Jojo, welkom in het programma. Ja, dankjewel. Wat waren de voornaamste redenen uh, voor uw beslissing om uh, als NDPR te bedanken? Nou. Er zijn zoveel dingen die gebeuren, ja, dat ik de stap heb genomen om uit het hoofdbestuurschap binnen de NDP eigenlijk uit te stappen. En een andere richting wil geven aan mijn persoon, aan mijn carrière en aan de personen die mij ondersteunen. Dus er zijn zoveel dingen dat je tot morgen of tot een andere dag ook niet. Kan het beëindigen met je redenen wat je eigenlijk heeft gedaan. Maar belangrijke reden is, ik voel me niet thuis binnen de NDP. Op dit moment. Zonder de voorzitter Boutersen. Heeft u het gevoel uh, dat de koers van de NDP veranderd is sinds u toetrad en op welke manieren? We zijn al gewend binnen de NDP om vrijelijk te bewegen. En er komt een voorzitter en die praat over rules of ethics. Veranderingen binnen de partij. Dat wil zeggen, je verbiedt eigenlijk alle mogelijkheden om naar buiten te komen. En ik ben een strijder en ik weet waarover ik praat. Daarom ben ik gewoon het besluit gaan nemen om weg te gaan. Hoe heeft de partijleding gereageerd op je besluit? Nou, zwaar. Ze hadden altijd gedacht van die afan gaat nooit uittreden, want hij is een bootist. Maar ik heb mijn besluit genomen. Want ik vind van als het niet meer kan, dan moet je niet meer gaan blijven. Ja, en dat is ook de stelling van mijn voorzitter, de heer Boutersen. Dus ik kan niet anders dan die als redenering te geven. Zou het ook gebeurd zijn als uh, Ramon Abraham, de voorzitter, uh, zou zijn? Nou, hij zou wel de tijd nemen om met mij te praten. En dan kan ik misschien nog wat zeggen van oké, okay, ik blijf. Je moet weten, ik ben 32 jaar, binnen de geleden. En ik heb altijd gewerkt en mijn mond dichtgehouden. Maar uiteindelijk ga je niet meer uh, die ruimte geven aan personen die pas zijn gekomen en willen bepalen voor jou. Welke rol ziet u voor uzelf in de toekomst? En uh, vooral hoe u nu geen deel meer neemt uh, bij de NDB? Nou, ik heb zoveel mogelijkheden kunnen creëren. Ik heb de mogelijkheden gecreëerd. Voor het geleden binnen de NDP die ontevreden zijn. Er zijn groepen mensen die bang zijn om besluiten te nemen, maar nog steeds binnen de NDP blijven. Ik heb een besluit genomen. En dat besluit is wie bij mij wil komen, kan komen. Want je moet me nu gaan onderscheiden als politieke leider. Ik word niet meer binnengehaald als te zijn de werkers. Ja, Je moet één ding weten: ik heb een groep. Die voorlopig onder de naam Joyo staat. En we werken. We zijn bezig met mensen binnen te halen. Niet alleen binnen halen. Maar mensen de ruimte te geven om hun mening te, eigenlijk te ventileren. Naar ons goed. Hoe kijkt u terug op uw tijd binnen de NDP? Nou, met gemengde gevoelens hoor. Want ik heb die stap nooit gemaakt. Nooit eerder heb ik die stap gemaakt. Ik heb altijd gezegd. Ik wil werken. Maar... Werken in de zin van om Suriname vooruit te brengen. Ja? En ik ben een nationalist. Ik werk voor Suriname. Alhoewel mensen denken van, hé, omdat hij een Javan is, ik ben etnisch wel Japan, maar ik kijk meer als Jari binnen het verleden. Dus uh, met gepengde gevoelens ben ik uitgetreden. En wat beschouwt u als uh, dus de belangrijkste, of uw belangrijkste bijdrage aan de NDP? Nou. We hebben ervoor gezorgd dat we vanuit de oppositie naar de coalitie is gekomen en dat twee regeringsperioden gaat. Dat was 2020, uh, 2010, 2015 en nu aan de dag zitten we weer in de oppositie. We moeten wel één ding weten, dat je terug moet komen en daar wil ik geen bijdrage meer leveren. Zijn er uh, elementen van de huidige, uh, de huidige politieke koers van de NDP uh, waar u zich niet langer uh, mee eens bent? Nee, daarin ga ik niet meer bemoeien, omdat de NDP heeft zijn eigen dingen en ik heb mijn eigen dingen. Dus vandaar dat ik niet wil bemoeien binnen de NDP meer. Ik heb ze gewoon gezegd van, luister, je gaat weg. Denk er onvergoed na dat je niet meer over die mensen moet gaan praten, over die partij. Wat ze nu doen, laat ik over aan hun. Heeft u plannen om uh, naar een andere partij toe te stappen? Nou, we zijn eigenlijk een groep jojo. Een grote groep, maar ik wil je nog niet zeggen van hoe groot de groep is. Je moet één ding weten: is een landelijke evenredigheid. Je moet gaan werken. En het doel is door je groep binnen te brengen. En binnen het geheel hebben we verschillende partijen gekeken. We hebben ook gekeken naar andere partijen die onze groep kon accommoderen. Want die accommodatie moet komen zolang zodat je ook in de, uh, in de politiek ook geteld wordt. En we hebben de weg kunnen vinden bij de ABOP. En de ABOP heeft ons gevraagd om mee te werken. We hebben toen gezegd, oké voorzitter, we gaan er mee. En daar heb ik met mijn geleden, met mijn mensen achterbaan ook gesproken voordat ik die stap heb gemaakt. Hoe heeft u achterbaan gereageerd op uw beslissing om de NDP te verlaten? Ook met gemengde gevoelens, hoor. Uh, maar de grote aanhang heeft mij gevraagd om lang te laten gebeuren. Maar ik heb toen gezegd, nee, mijn groep bestaat niet alleen uit Jojo en jullie. Maar bestaat ook uit andere groepen. Dus uiteindelijk hebben we dat besluit genomen. En dat besluit was zwaar. Ik heb dat besluit op die woensdag en die donderdag hadden we getekend. Om te bedanken. En ik heb dat brief... Letterlijk afgegeven aan het hoofdbestuur. Wat denkt u uh, dat uh, deze stap uh, betekent voor uw persoonlijke carrière? Uh, ja, in, in de komende jaren. Kijk, ik moet iets kunnen presenteren. Iedereen praat over Suriname na 2028. Maar wat gebeurt als je straks aan de macht komt op 2025? Je moet ze iets presenteren dat de mensen. Terug kan vinden in het beleidsdoelen dat je eigenlijk voorop stelt. Niemand praat over wat gaat met onderwijs gebeuren. Niemand praat wat gaat gebeuren met uh, veiligheid en noem maar op. Maar belangrijk van ons is, is dat we een goed suriname moeten presenteren aan het volk. En door middel van beleidsplan, wat je eigenlijk voorstelt, moet iedereen terug kunnen vinden in de zaken die je naar voren gaat brengen. Belangrijk in deze is, wat wil een Surinamer hebben? Ja, dus je moet dat antwoord kunnen geven. En als je dat niet hebt, hoef je niet in de verkiezingen te gaan. Dan slaap je liever thuis en doe niets. Ja, maar ik vind van Suriname eerst en daarna gaan we werken. Zou je de kijkers meer kunnen vertellen over de groep Joyo? Nou, de groep Joyo is al bekend bij de mensen nu. Het is een partij, het is een groep die binnen twee dagen is gestampt. Ja, en het is nu gegroeid naar een grote groep. Ja, het is nu een beweging geworden. De samenwerkende partijen, PDO, Nieuw-Suriname, KTP Nieuwe Stijl, zijn ook uh, allemaal weg van de NDP. Wat is uw mening hierover? Nou, ik was toen... Bij de onderhandelingen voor de voorzitter van de partij Boters ben ik gevraagd om, voorzitter, om met hen, met die partijen te onderhandelen. Het was een zware onderhandeling van twee en een half jaar, bijna drie jaar. En we zijn zover gekomen om dan tot een convenant te komen. En die convenant werd getekend door vier partijen. Ja, en dat is de HVB, de, N, uh, de PDO, en NS en de NDP. De NSK was niet in die convenant, omdat de NSK al een samenwerking had met de NDP. En het gevolg was dat we die, tot die convenant is gaan, uh, gaan komen tekenen, ondertekenen. En als het niet goed gaat, ja, wat de redenen zijn, zijn we tot op dit moment niet bekend. Ja, tot nu toe weet ik niet wat de redenen zijn. Maar ze hebben de stap genomen om. Om met mij verder te gaan. Dus ik vond het wel vreemd dat ik als persoon weg ben gegaan, maar dat partijen achter mij stonden. Ja, en ze hebben mij gevraagd om te onderhandelen met de ABOC. En het is aardig geluk om met ze te praten. En ze staan eigenlijk iedereen 100% achter mij, met een paar van die uh, personen die niet tevreden zijn. Dat heb je altijd. Ja. Dus uh, ik denk van dat het goed gaat met die samenwerkende partijen, met mij als onderhandelaar. Uh, en hadden deze partijen uh, een meerwaarde voor de NDP. Nou, je moet gaan kijken. Hè? Bij elke verkiezing moet je de basis van de partij gaan bekijken. En dat is de laatste resultaten van de verkiezing. Het was toen 65.000. Ja. Die 65.000, als je nu gaat, een scenario gaat maken binnen de verkiezingen, dan ben je goed voor 13. Ja? Maar je moet verder gaan om die 13 te halen. Wil je regeringsmacht aan dingen hebben? Dan moet je tenminste 100.000 hebben. En wij hebben ervoor gezorgd, en die opdracht was gekomen door Boutussen, om die tekortkomingen in te vullen. Of aan te vullen met die partijen. En daarom is het twee en een half jaar tot drie jaar onderhandelingen. En toen dat ding zo ver is gekomen, begin andere personen binnen de partij te zeggen van ja, het zijn kleine partijen. Begreep je? En daar begin je dan met de, niet met de ernst van het zaak. maar meer om je groet. Wil maken tegenover de kleine partijen. En dat hebben we niet ingezien. En toen heb ik gezegd: van luister, als jullie onderhandelen met de partij, de NDP, we hebben een convenant getekend, maar het nog niet zo ver is om onderhandelen voor plaatsen, dan kunnen we nog niet praten. Want je moet eerst, je kunt wijzen hoeveel aanhang je hebt. Ja toch? Om tot die plaatsen te komen. Maar als je begint met. Het ronselen van partijmensen, van de partijen, daar heb je al een probleem. Daar verlies je je vertrouwen. En dat is gebeurd met NS en PDO. Dat er nu handelingen zijn gekomen om die stap te maken, is ook te danken aan dat. Maar we gaan werken om die 100.000 plus wat de voorzitter van de ABOP wil halen. Je plaats te geven om die 100.000 plus waardig te kunnen geven. Van e. samenwerking is belangrijk om tot die cijfers te komen. Want ik ga je één ding zeggen: heb je geen 100.000, kunnen we niet praten over 18 en 19? Ja, bij een opkomst van 70% is 100.000 18 tot 19 ding, uh, zetels. Heeft u een boodschap die u wilt geven aan uw achterbaan? Nou, mijn boodschap is duidelijk bij de mensen. Uh, nu, eigenlijk zou ik nu in het veld gaan, ja, ik heb zoveel uitnodigingen gehad om bij gebieden te gaan, maar ik heb mijn mensen al gestuurd. Ja, maar om uh, werkers. Je moet één ding weten. Groep Jobbers is precies als een politieke partij, met verschillende uh, organisaties binnen de partij. Zo heb je de. Uh, Campagneteam. Die campagneteam is nu in het veld. We zijn uh, op Dijkveld vanmorgen. Een groep ging naar Dijkveld. Een groep ging naar Marienburg. Dus Commonwealth is eigenlijk de basis van het groep Jojo. Maar als je nationaal gaat moeten denken en vooral uh, uh, die evenredigheid, ja, moet je landelijk bezig zijn. Want als je niet gekozen wordt laten we zeggen, je moet 6.000 man binnenhalen en je haalt die 6.000 niet. Ja, bij een opkomst van 70% praat je wel over 6.500. Praat je over minder, waarvan ik niet denk, want iedereen gaat dit keer wel naar de verkiezingen, om, ja, een ander Suriname te hebben. Ja, ik denk niet dat iedereen zich gaat zitten en zeggen van ja, deze regering is goed. Ze hebben ook geen meningen. En vooral, dat groep van 80.000 tot 90.000 zwevende kiezers. Daar moeten we gaan werken. Daar moeten we de tevredenheid naar de mensen kunnen brengen. Mijn groep is al ready. We gaan in het veld en in de komende periode gaat u zelf weten hoe mijn bestuur bestaat, eigenlijk bestaat. Het zijn alleen maar jongeren, academici, kaders. Dat heb ik genomen. Ik neem geen kans om met uh, uh, iemand die alleen maar... Profiteurs wil worden. Dus nogmaals, we gaan voor het land, Suriname. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Stranang Tori. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp te belichten? Dan kunt u ons gerust een WhatsApp bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Stranang Tori, snel, scherp, altijd bij de tijd. thanks <laughs>